Welkom bij de avondopening van de Floriade. Hier op de Esplanade, het grote plein aan het Weerwater. Daar zitten zo'n 800 mensen klaar voor de bijzondere openingsvoorstelling van theatergroep Vis-à-vis uit Almere en het collectief Black Pencil, ook uit Almere. En ze worden geholpen door tientallen kinderen uit Flevoland. Uit iedere gemeente doen er wel kinderen mee, van theaterscholen, van musicalscholen en van dansgroepen. Het stuk gaat over hoe de jeugd de toekomst kan redden. Maar eerst gaan we even terug naar eerder vanmiddag, toen koning Willem-Alexander de Floriade Expo 2022 Amsterdam-Almere officieel opende. Thank you very much, Your Majesty. And by this, the Floriade Expo 22 is opened. Let's get inspired. We're here today to inaugurate the Floriade of a new generation. We are the world's champion for the power of plants. Dat zij dit vanavond live uitzenden. Dus ik vind dat daar nog best wel even voor geklapt kan worden. Kijk. Want het is namelijk zo dat we daardoor echt heel veel mensen bereiken met deze openingsshow. En het is voor ons de afsluiting van de openingsdag van de Floriade. En wij vinden het als college van BMW, maar ook de directie van de BV, waar Hans Bakker daar ook van zit, echt ontzettend fijn dat wij hier met z'n allen kunnen zitten en dat we naar een prachtige voorstelling kunnen gaan kijken. Wat ik heb gehoord van de generale repetitie, dat belooft echt veel. Dus ik hoop ook van harte dat u dit bijzondere cadeau dat de stad wordt aangeboden, dat u daar ook van zult gaan genieten. Ik heb het vandaag gezegd, voor sommigen van u hebben het misschien ook wel gezien. Ik ben hier pas 100 dagen burgemeester en in die zin dus nieuw. Maar de koning werd rondgereden en wij ook in onze buggy, we zaten daarachter, door Theo Holslag. En dat is een van de eerste bewoners van Almere geweest. En die vertelde vol enthousiasme. En velen van u zullen ook, denk ik, de stad hebben zien ontstaan en groeien. Een stad van nu 220.000 inwoners. En ik vind het ook echt een hele bijzondere stad. In die tijd dat ik op verschillende plekken heb rondgelopen in de afgelopen 100 dagen. Maar wat ik vooral bijzonder vind, is dat het een stad is die we allemaal samen maken. En dat zien we eigenlijk ook in deze voorstelling. U heeft het niet gehoord, maar op Omroep Flevoland is ook aangekondigd dat er 200 kinderen uit heel Flevoland, maar ook veel uit Almere, van allerlei theaterscholen, aan deze voorstelling meewerken. En wat ook daar mag ook best voor geklapt worden van al die kinderen. En dat laat maar weer zien, vind ik, dat we hier in Almere de stad ook samen maken. Tot aan de culturele aspecten toe. Wat ik ook een heel bijzonder aspect vind, is die internationale kant van de stad. 160 verschillende culturen die hier samenkomen. En daarom vind ik het ook heel goed dat de Floriade hier wordt georganiseerd. En zijn wij daar ook als college van BMW echt ontzettend trots op. Ook op het
thema wat daar is neergezet. En we hopen natuurlijk dat velen van u vanaf morgen daar ook gaan kijken. Het thema Growing Green Cities. Want het biedt echt oplossingen om steden groener, gezonder, duurzamer, maar ook leuker te maken. En ik denk dat dat ook belangrijk is. En ook daar ziet u weer culturele aspecten waar de gemeente heel trots op is in het culturele paviljoen. En ik vind het zelf heel mooi dat er ook een echte woonwijk Horters overblijft. Nou, nu eerst maar gewoon genoeg gepraat, vindt u niet? Eerst samen genieten van de hele bijzondere voorstelling van Vis-à-vis. Ik zie er echt naar uit, onder die titel Schoon Schip. Speciaal gemaakt dus voor de Floriade, als cadeau aan de stad, maar ook zichtbaar via tv. En dat vind ik echt ook heel belangrijk, dat iedereen ernaar kan kijken. Een voorstelling waarvan ik denk dat hij goed aansluit bij het karakter van Almere. Het verhaal gaat over een nieuwe generatie. En die wordt ook vertolkt door een nieuwe generatie. 200 kinderen van 6 theater- en dansscholen die een belangrijke rol spelen. Nou, we gaan gewoon kijken. Ik wens u allemaal veel plezier. De voorstelling is dus het cadeau aan de stad. Geniet er vooral van vanavond. Tot ziens. Thank you.
Ja, dit was hem dan. De openingsvoorstelling van Vis-à-vis, Black Pencil en 200 Flevolandse kinderen. En daarmee is de Floriade in Almere officieel geopend. En morgen kunt u het publiek om 10 uur voor de hekken staan bij de Floriade. En dan kunt u genieten van de tuinbouwtentoonstelling. En we wensen u veel plezier. En namens Omroep Flevoland wens ik ook nog een hele prettige avond. Tot ziens!